Februari 1958 vestigde een groepje studenten, dat zich niet meer kon vinden in de traditionele sociëteitsstructuur, zich in een oud danszaaltje van café Trianon aan de Bergendalse weg. Anderhalve maand later, op 26 maart, werd met grote meerderheid de naam Diogenes voor de vereniging gekozen. Diogenes is voortgekomen uit weerzin tegen de toen bestaande studentencultuur met haar jaarlijkse ontgroeningen en dergelijke. Diogenes verwierf zich in korte tijd een eigen plaats in het Nijmeegse studentenleven. Een vereniging die plaats bood aan illustere namen als P.H. Winkels, die in 1962 prezes was. Vanaf de tweede helft van de jaren 70 werden er door Diogenes ook met grote regelmaat tal van podiumkunsten georganiseerd. Voornamelijk concerten, in het eigen pand aan de Van Schaak-Matonsingel, maar ook in de Lindenberg of de Vereniging. Willem Venema was voorzitter halverwege de jaren 70 en organisator van diverse activiteiten die binnen en buiten Diogenes plaatsvonden. Voor mij had het bestuur een specialty, dat was toch absoluut het strikken. Nou, daar zou op dit moment niemand meer van wakker liggen. Nee. Maar strikken was op dat moment heel interessant om mee te komen. De bestuur waar ik in gezeten heb, deden andere dingen als een tocht over de Waal met een boot, striptease, de Talking Heads. Een pakket van evenementen waar andere mensen in Nijmegen op waren. We deden op de avond, voor de introductieavond in de kelder van het psychologisch laboratorium, had je een standje. En ons standje stond helemaal niemand, maar naast het standje kon je gratis blowen. Als we het zelf leuk vonden, was dat een belangrijk motief. Ja. En er werd ons ook door elk voorgaand bestuur voorgehouden dat je een aantal beweegredenen moest hebben om een activiteit te organiseren. Namelijk ten eerste, ja. A, dus niet ten eerste, maar A, vind ik het zelf leuk. Ja. B, denk je dat andere mensen het niet leuk vinden? En C, komen er mensen? We love you, but we don't deserve such sacrifice. A pitiful mess, we made of it all. I'll press the button, wait for the countdown. Wipe the smile from your face, we're all whores these days. Run, run, splash your can into the sewer. Joy Arpods is de huidige voorzitter. Joy, wat is Diogenes? Diogenes is een studentenvereniging, maar voor mij eigenlijk nog meer een soort levensgevoel. Voor mij is Diogenes eigenlijk de plek waar eigenlijk alles kan wat nergens anders zou kunnen. Kijk Joy, je leeft nu toch in een tijd dat studenten van overheidswegen stevig beknot worden. Ze hebben geen tijd en ook nauwelijks geld om wat te doen. En toch zie je dat in Diogenes nog van alles mogelijk is. Omdat ook juist daar mensen zijn die nog van alles willen aanpakken. Kun je daar wat voorbeelden van geven? Nou, natuurlijk, het gebeurt nog altijd. Het is nog altijd zo dat hier nog dingen gebeuren die naar mijn gevoel nergens anders plaatsvinden. Waarvan je ook, als het goed is, zal zeggen van over 2-3 jaar verrek is er een Diogenes gebeurd. En, ja, dan denk je aan concertjes van beginnende bands, Engels-Amerikaanse bands die hier vaak voor een redelijk gevuld zaaltje staan te spelen. En die op den duur, of die het in zich hebben om daaruit te groeien en bekendheid te verwerven. Ik denk dat Diogenes eigenlijk twee hele sterke pijlers heeft. Enerzijds kan ze cultureel aardig haar mannetje en vrouwtje staan. Dingen brengen die nieuw zijn, vernieuwend zijn. En daarmee duidelijk een voortrekkersrol innemen. En anderzijds, kijk, het hoeft natuurlijk niet zo zwaarwichtig altijd te zijn. Niet zo cultureel verantwoord. Het is gewoon ook hartstikke leuk hier.
Wat zegt de naam de Jogenesje? Dat is een nachtzaak in Nijmegen. Met een zaak met nachtvergunning. En ook een Griekse wijziger. En die woont in een ton. Een man met een gespleten tong. En een, ik denk dat hij helderziend was. Ik moet denken aan een aan Nijmegen en een houten gebouw, een bezweten meute. En aan Willem Venema. Nou, dat centrum, hè, bij mij om de hoek. En het programma van de VPRO, dacht ik ook. De man die in de ton zat, maar ik denk toch het meeste dat centrum. Waar, als je wel eens wil doorzakken, als ik met een paar vrienden ben, dat die dan er niet in mogen. Ik heb vrij veel tijd daar ook op de kantoren doorgebracht. Want er werd toen een soort veredeld fanclubblad. Werd daar in elkaar gezet altijd. Doordat er bepaalde materiaal daar voorradig was. Ja, Willem Venema die was daar dan. Het was nogal een nauwe band met hem. Ja, het ligt natuurlijk voor de hand dat ik zeg dat ik leuke herinneringen aan heb. Nou, dat was toen, toen die mottenvanger was. Die mottenvanger van, niet van Hamelen, maar van een van de, van Athene, weet ik veel. Een oude Griekse stad. En toen kwam die Alexander de Grote langs. En die vroeg dan, wat zoek je? Want er zat met zo'n lamp hier, om die motten natuurlijk aan te trekken. Hè? Begrijp je, die motten aan te trekken met de lamp. Maar toen zei hij dus van, ik zoek de mens. Zei Diogenes dus, in die ton. En toen zijn ze dus de kroeg begonnen, samen. Sfeertje. En dat, in die ton dus eerst, maar dat was natuurlijk al snel een beetje klein bij huis. En toen konden ze hier een Nijmegen aardig pandje krijgen. Dat ik als 15-jarige daar naar binnen ging om stuff te kopen. Heb ik dus over 15 jaar geleden. Er staat, Diogenes is natuurlijk door de jaren heen verschrikkelijk veranderd. Het is steeds meer een soort studentensociëteit geworden. Vanwege het beleid en de duur, denk ik. Ik denk dat het optreden van de police natuurlijk toch een historische aangelegenheid achteraf gezien was. En nog een aantal bands, toen Diogenes nog een belangrijk podium eigenlijk van Nijmegen was. En ieder jaar weer een hele nieuwe aanwas van verwonderde jonge mensen die in Nijmegen komen studeren en misschien wel veel te vaak naar Diogenes gaan. Diogenes kan je iets bieden, een organisatie die Diogenes door de jaren heen heeft opgebouwd op het gebied van het organiseren van culturele activiteiten, zoals concerten. En Diogenes heeft daarbij ook samenwerkingsverbanden aangeknoopt met andere clubs, zo als bijvoorbeeld het samenwerkingsverband Rodio, een samenwerkingsverband met O42 en Doran Roosje, opgezet om grotere concerten bijvoorbeeld in de vereniging te organiseren en festivals. En daar kun je natuurlijk, wanneer je geïnteresseerd bent in muziek en het organiseren van concerten, kun je daar aardige creativiteit kwijt. Dus in zoverre kun je in Diogenes dingen leren die je in je studie niet aangereikt krijgt. Dat is een heel mooi verhaal, maar het klopt ook allemaal. Er worden veel dingen gedaan. Er worden redelijk wat dingen opgezet, ja, in Diogenes. Maar wat Diogenes ook probeert is buiten het eigen pand dingen te organiseren. En als je zo terugkijkt door de jaren heen, denk ik dat Diogenes een aardige naam heeft opgebouwd in Nijmegen. In dat culturele circuit toch een beetje een eigen plekje heeft verworven. Shame, shame on you, Miss Roxy.
Hey, dag Hans, wat voor muziek draaien jullie hier? Eigenlijk van alles. Bepaalde kwaliteitscriteria moet het aan voldoen. En je kunt hier als discjockey toch behoorlijk uit de voeten. Je hoeft je niet al te zeer te conformeren. Gewoon, het is wat vrijer dan andere tenten, denk ik. Wat muziekkeuze betreft en ook wat muziekappreciatie van het publiek betreft. Ik kom vooral voor de muziek eigenlijk. En een drankje is niet weg. Is een aardige voorziening in zo'n ongelooflijk in een gemeente waarin heel weinig gebeurt. En ik ben geen student, dus dat is helemaal leuk.